nee. De hond wel, hè? Hey Werner. Hey jongen. Vertel eens, wie ben jij? Want we zijn in dansschool Dessel in de Amnestylaan, ja. De Erasmuswijk. Ja. Nou, nee, dat zit er al 32 jaar, maar ik ben hier dus echt nog nooit van mijn leven geweest. Oké, okay, wij zijn dus, al 32 jaar een dansschool, familiebedrijf. Jazzdans, moderne dans, stepdans, kinderlessen, conditielessen. Eigenlijk danst iedereen hier van 2 jaar tot en met ver in de 70 eigenlijk. Ja, en over hoeveel mensen hebben we het dan? Hebben we het dan over 100 middelburgers? Of? Meer. Ja? Ja, meer Soeburgers, mensen vanuit andere dorpen ook. Dus het is ja, heel gevarieerd. Ja, want zoveel dansscholen hebben we ook helemaal niet in Middelburg, toch? We hadden vroeger natuurlijk, en je had Janvier en dat soort dingen. Dat is natuurlijk een heel andere tak van dans. Ja, stijldans. Er zijn er niet veel, toch? Er zijn er nog wel wat, maar het is zeker door lockdowns is het heel erg uitgedund. We hebben het zwaar, zeg maar, in de danswereld. Maar tijdens de lockdowns gebeurden er ook fysieke dingen met mensen. Doordat ze, zag ik in mijn lessen, toen ze terugkwamen, dat mensen strakker in hun lijf zaten. Maar zelf trof me dat ook. Dat ik strakker als een van spanning? Strakker van spanning en minder soepel. Minder lekker kunnen bewegen en ook stabiliteitsverlies blijkt uiteindelijk. Okay. En zelf voelde ik ook dat mijn lijf, ook mijn benen, dat daar iets mee gebeurde. Wat niet de leeftijd gerelateerd was. Dat blijkt later. Dus ik ben bij verschillende therapeuten geweest. Waar ik al langer kwam. Maar niemand kon mij eigenlijk helpen om daarvan af te komen. Dus dan ga je zelf een zoektocht doen. Zo ben ik wel. Ik ben de wereld van fascia ingedoken. En fascia. Fascinerend. Fascia. Okay. Is bindweefsel. En bindweefsel zit door je hele lijf. Eigenlijk is dat, het zit om organen. Het zit onder je huid. Het zit door je hele lichaam als een netwerk verweven. En als dat door spanning, stress, trauma of door heel veel inspanning, te veel belasten, veel herhaalde bewegingen of heel veel zitten is ook herhaling, door de jaren, door leeftijd, maar het kan eigenlijk door zoveel dingen kan dat verstrakken, uitdrogen. En als je daar eigenlijk niets aan doet, krijg je op een gegeven moment pijnklachten omdat je gewrichten strakker gaan zitten, minder goed functioneren. Je krijgt pijntjes, allerlei rare klachten die je eigenlijk niet direct aan kan wijzen waar het door komt. En lang, ik zelf ook, dachten we dat spieren waren die stijf werden. Dus strakke, stijve spieren. Maar het blijkt als je spieren wil blijven trainen, maar je fascia verdroogt, dan kun je trainen wat je wil, maar dan blijf je ongemakkelijk voelen en slecht bewegen. Dus ik heb een studie opgepakt een jaar geleden, Amerikaanse studie. Godzijdank online, dat is wel fijn van de lockdowns. Ja. En ik heb mijn certificaat gehaald om daarin te kunnen werken. Ik wil mezelf graag weer terug op het soepele vlak krijgen. Maar ik denk dat ik er heel veel mensen mee kan helpen. En behalve dansers en sporters en bewegers komen er nu ook mensen op me af die klachten hebben als neuropathie, artritis, artroseklachten, sclerodermie, fibromyalgie, dat soort klachten. Dat je gewoon niet fijn in je vel, dat het slappig, lossig voelt of juist te strak. En door middel van foamballetjes en foamrollers, die we straks wel even kunnen laten zien, ga je weefsellagen langs elkaar schuiven, onderhuids, wat een vochtproductie op gang brengt. En de vochtproductie onder de huid, die gaat zorgen dat de vloeistofstroom, hè, als je die de goede kant op stuurt door de bewegingen die we maken met deze techniek, ga je de vloeistofstroom op gang brengen. En het mooie is, je begint met handen en voeten, dat zijn de basistreatments. Het is een whole body treatment, om te zeggen, zo te zeggen. Het bindweefsel, lymfesysteem gaat door het hele lijf alsof je in een bak water de stroom op de gang brengt. Je haalt je hand eruit en blijft stromen. Als je met deze technieken de stroom op gang brengt, gaat het door het hele lijf, ook naar je organen toe. Het zet eigenlijk alle goede herstelmechanismen in gang. Dus het herstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. En het is wonderbaarlijk. Maar het heet MELD. MELD-methode. Ja. En het is myofasciaal lengthening techniek. Maar als ik weet om te beginnen al heel weinig van dans, maar ja. Hoeveel heeft MELD nog te maken met dansen? Want als ik het zo hoor, dan klinkt het meer als een soort, laten we zeggen, fysiotherapie of alles wat daar omheen zit. Ja, dat heb je eigenlijk wel goed opgepikt. Ik zelf wist 2 jaar geleden ook helemaal niet dat het bestond, maar ook dat er zo'n
connectie eigenlijk kan zijn tussen dans, maar ook sport of yoga of ja, eigenlijk fitness en meld. Eigenlijk hebben we als dansers meld eigenlijk nodig, maar ook sporters en ook al die andere takken van beweging, omdat wij heel erg onze spanning in ons lichaam opvoeren door krachttraining, door veel van onszelf te vragen. Maar die spanning die bouwt steeds meer en meer op, waardoor we onze gewrichten eigenlijk gaan vastzetten. En na verloop van tijd, dat duurt echt jaren, krijg je klachten en pijnklachten of dat het gewoon strammer wordt. Ja. Ik dacht 2 jaar geleden dat het mijn leeftijd was, maar ik weet nu beter. Het, ja. Tuurlijk, met leeftijd veranderen er dingen. Het is je fascia, ja. Dit is je fascia. Ja. En als je dat kan hydrateren, dan kun je tot in lengte van dagen kun je zo ontzettend veel doen. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik wil. Ik wil er graag de wereld in helpen. Omdat ik het zelf niet kende. Het is iets, voor mij was het totaal nieuw. Maar ik merk dat er heel veel onbekendheid is op dit gebied. Ik breng het graag de wereld in dat heel veel meer mensen daar voordeel van kunnen hebben. Nou, dat is heel goed. Dan weten we, maar nu is het natuurlijk, en zo meteen komen er 5, je hebt al 5 cursisten voor vandaag. Vandaag 5, een kleine groep. Ja, maar wat zijn er al veel mensen die het hier doen? Ja, we hebben net 2 weekenden, 2 weken geleden en afgelopen weekend met een groep van 12. Oké. Okay. En ik vind het fijn om een workshop in 2 delen te doen. Dat je niet op 1 dag alle informatie naar je toe krijgt en je komt thuis en een dag later hebt het al een beetje weg, want je gooit alles door elkaar. Ik geef ze liever een beginworkshop van 2,5 uur. Dan ga je aan de slag. Je krijgt papier mee, aantekeningen gemaakt. Je mag ook de materialen lenen voor 2 weken. En dan ga je thuis aan de slag. Ik ben altijd bereikbaar voor vragen en feedback. Kan jij 1 ding laten zien? Want nu heb je het verteld. Ja. Maar visueel is altijd. Of heb je bijvoorbeeld al ergens al een video staan waar ik naar kan verwijzen? Ja, ik kan je verwijzen naar de video van Sue Hitzman. Zij is de creator van deze methode. Ze is een manueel therapeut uit Amerika, uit New York. En 20 jaar geleden, zei ze net als ik, begin 50. En 20 jaar geleden had zij klachten. Eigenlijk van hetzelfde soort. Dat ze als intensief fitness trainster, naast haar manueel therapeutenwerk, vastdraaide en niet snapte hoe het kwam. Dus zij is daar helemaal ingedoken vanuit haar vak, manueel therapie. Is ze met heel veel deskundige mensen aan de slag gegaan, heeft dit ontwikkeld. En zij heeft prachtige video's waar je het heel mooi op kan zien. Ik kan op de rol gaan liggen, maar mij kan je niet van bovenaf gefilmd zien. En hier heb je dus een foamballetje. Ja, dit is het zachte foamballetje. De grote zachte foambal. Die is zachter, dat moet ook. Want bindweefsel moet je zacht benaderen. En als je dat hard doet, dan slaat het vast. We beginnen met de eerste techniek. En dat is gliding. En bij gliding laat je heel zachtjes met constante druk tussen je duimmuis en je pinkmuis, hè, die zachte stukjes hier, laat je dat balletje heen en weer glijden eigenlijk. Voor 1/2 minuut, heel kort. En daarna ga je op je duimmuis, ga je shearing doen. En shearing is eigenlijk alsof je een balletje deeg kneedt. Schuiven van de weefsellagen langs elkaar om vloeistof op gang te brengen onderhuids. Dan hou je het vast met stilstaande druk aan adem in. Dus als ik het dan zo goed zie, want ik zie nu opeens ook dat die opstelling met de tafels. Ja. De mensen gaan straks dus ook zitten. Ja. Dus dat lijkt dus echt helemaal niet op dansen. Ze gaan zitten en ze gaan eigenlijk een soort handtherapie doen. Eventjes, heel kort. En dan gaan de tafels weg en dan gaan we liggen. Ja, want ik zie inderdaad matten, maar ik zie hier ook. Je hebt ook getekende handen. Daar kunnen mensen, dan snappen ze wat er in hun hand zit. De handen, dit zijn de uiteinden van je meridiaanlijnen. Het zijn drukpunten, position point pressing. Op die drukpunten geven wij ook druk om het lichaam te stimuleren tot het immuunsysteem een boost krijgt. Oké. Okay. Ja. Nou, weet je, dat geeft in ieder geval een indruk. Dus het is niet dat als mensen hier komen dat het super intensief is qua beweging of conditie. Eigenlijk word je hier niet moe van. Je wordt er eigenlijk heel fit van. Want als je hier weggaat straks, na 2,5 uur, ga je opgekikkerd de zaal uit. Maar op een of andere manier heb ik bij dit veel meer associatie met bijvoorbeeld yoga dan met dans. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Die associatie mag er ook zijn. Nou oké, okay. Dat is goed. Het is maar Jolanda, dan nog heel kort. Je hebt al veel verteld, dus ik zal een beetje moeten snijden. Maar jij bent dus Jolanda Wijtenburg en jij doet deze school samen met je moeder. Ja, met Joke Provoost. Zij heeft de school gebouwd 32 jaar geleden. Precies, ja. En jullie zijn eigenlijk samen compagnons nu? Ja, wij werken hier samen. We geven nog alle danslessen die we al steeds gaven. Maar dit komt er als nieuwe tak bij. Aanvulling. Oké, okay, nou super. Helemaal duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. En succes zo meteen. Dankjewel.